Dames en heren, welkom bij VWS hier in de zaal en online. Binnenkort valt hier weer op de mat de uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik. Niet bij iedereen natuurlijk, wel bij alle 60-plussers en bij mensen met bepaalde specifieke aandoeningen. Zij lopen extra kans om ziek of zelfs ernstig ziek te worden door de griep. Ja, dan gaat het bij elkaar opgeteld toch om bijna 6 miljoen mensen. U heeft misschien gehoord dat de Gezondheidsraad pas het advies heeft gegeven om de doelgroep uit te breiden. Zodat bijvoorbeeld ook zwangeren een griepvaccinatie kunnen krijgen, net als mensen met obesitas. Mensen uit deze groepen die dat willen, kunnen in overleg met hun huisarts dit jaar al meedoen. Er is voldoende griepvaccin. Het is mooi dat we steeds beter weten wie baat heeft bij de griepprik. En dat we hen ook beter kunnen beschermen. Dit jaar is die prik misschien wel belangrijker dan ooit. Afgelopen winter hadden we weinig contact met anderen en werd de kans op griep veel kleiner. Maar die griepvirussen zijn niet verdwenen. Hoe het komende winter gaat, dat is moeilijk te voorspellen. Virologen voorspellen dat er een kans is op een zwaardere griepepidemie. Als we dan ook nog met corona te maken hebben, kunnen veel mensen ziek worden. En dat verhoogt natuurlijk de druk op de zorg. Als wij onszelf nou beschermen, kunnen we dat hopelijk een beetje helpen voorkomen. Experts op allerlei gebieden zullen alle aspecten vanmiddag toelichten. Mijn oproep aan u is, krijgt u een uitnodiging of bent u zorgverlener, haalt u dan alstublieft die griepprik.